jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstalk. Jams, goed dat jullie er zijn. Ik zit hier naast Ron Emmerink. Goed om je te zien. Dank je. Ik wil het hebben met jou over de main event van Glory Paris. Mm-hmm. En dat gaat tussen de man uit Willemstad, Curaçao, en die Bad News Semeleer versus Chico Fluffy Quasi. Ja. Kijk je er naar uit? Ja, zeker wel. Want ik denk dat dit een hele spannende partij kan worden. Zeker, Quasi kennende. Misschien voor de grote publiek nog niet zo bekend, maar ik denk wel een gevaarlijke uitdaging. Er wordt gezegd dat het misschien een beetje te vroeg is voor hem. Maar wat die jongen al heeft laten zien, denk ik dat, dat hij er wel voor gaat. Of Semeleer hem de kans gaat geven te winnen, dat betwijfel ik. Oké, daar komen we zo op. Ja. Vind je het terecht dat dit gevecht de main event is in Parijs? Ja, het is een kampioensgevecht. En wie hadden ze anders neer moeten zetten op het ogenblik? De zwaargewichten zijn aan de beurt geweest. Tijani is aan de beurt geweest. Ja, het is natuurlijk een event in Parijs. Er staan heel veel lokale Franse kickboxkampioenen op die zijn getekend. Ook een vechter uit België, Bouganem natuurlijk. Die in Nederland allemaal niet zo bekend zijn. Ik denk dat Glory ook echt wel een keuze maakt. Ze doen natuurlijk een event niet in Nederland. De kickboxfans kennen Semeleer wel natuurlijk, hè, in Frankrijk. Maar als je kijkt naar de opzet van de kaart, is het natuurlijk ook wel gemaakt om in Frankrijk natuurlijk veel Franse vechters te krijgen. Ja. Dus ja, op zich ja, ik denk dat er niks mis mee om dit kampioensgevecht daar te zien. Ook wel weer mooi, hè, dat ze een keer iemand uit de welterweight divisie een kans geven. Laten we ze allebei heel eventjes doornemen, dat vind ik altijd leuk. En dan eindigen we met een prediction, zullen we het zo afspreken? Prima. En die Semeleer. Hoort hij in de discussie van de pound-for-pound lijstaanvoerders binnen Glory? Als je gaat kijken naar de titelverdedigingen, misschien net niet. En er is natuurlijk een flinke discussie geweest over hoe hij de titel heeft gewonnen. Versus Alim Nabiev. Ja, daar is natuurlijk best wat om te doen geweest. Voor degene die het niet weten, maar dat was toch wel een close call. En er is ook protest gekomen vanuit het team van Nabiev. Die het er niet mee eens waren. Jij spreekt naar BF wel eens, hè? Ik heb hem laatst nog gesproken op het laatste event natuurlijk, op de persconferentie. De Grand Prix. En hij zei wel dat er iets... Hij is een tijd niet in actie geweest, al een lange tijd niet geweest. Ja. Maar er komt volgens mij wel iets aan. Ik weet niet precies wat. Dat vertellen ze natuurlijk niet 1, 2, 3. Dat kan komen omdat het nog niet helemaal rond is. Of dat er nog iets andere dingen spelen. Het zou mooi zijn als je terugkomt. Maar goed, die... Die wedstrijd is al een hele tijd onder discussie eigenlijk. Maar goed, Semeleer is kampioen en heeft inmiddels natuurlijk al meerdere keren gevochten. Ik denk echt dat als je in zo'n pound-for-pound lijst moet komen, dan moet je toch iets meer nog doen qua verdedigingen. Fair enough. Dat is mijn optie, maar goed, of idee, maar goed, ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja, het is inderdaad, hij gaat hem nu voor de vierde keer verdedigen, als ik het goed heb. Na Nabiev vocht hij voor Glory 85 tegen Myrtle Groenhart. Daar keek ik toen ook naar uit. Ja, dat was ook een hele mooie wedstrijd. Mooie wedstrijd. Toen tegen Jay Overmeer, dat was heel close. Ja. Dat was al een mooi gevecht toen ze nog beide voor Enfusion uitkwamen. Zeker. En dat werd ook voor Glory Collision 5 toen een heel mooi gevecht. De laatste keer vocht hij tegen de winnaar van House of Glory, Anwar Houlet Cheyeb. Ja, dat was even te vroeg. De afsluiter van vorig jaar. Wat vond je van die pot? Ja, het is natuurlijk heel leuk als je een nieuw programma brengt met talenten. En je beloont de winnaar met een kampioensgevecht. Maar goed, het woord zegt tot talenten. En als iemand dan wint die nog niet heel veel ervaring heeft, dan ook nog eens tegen een... Ja, Semeleer is natuurlijk wel kampioen. Als je ook gaat kijken hoe die jongen traint, dat is ook fabuleus. Ik bedoel, ze lekker bezig. En dan zit je een nieuw talent tegen zo'n kampioen. Ja, het was een beetje het Rocky-verhaal. Van de film Rocky. Maar goed, het is anders afgelopen. Dus Semeleer is kampioen gebleven. Ja, wat vond ik van dat gevecht? Ik denk dat het voor Semeleer, denk ik, iets is van oké, die doe ik gewoon. En ik denk voor zijn tegenstander, die had gehoopt natuurlijk te winnen. Maar goed, dat is de ambitie die je hebt als jonge vechter.
Waar ligt zijn plafond van Andy Bad News Semeleer? Hij is pas 28 jaar, zit in zijn prime of moet hij nog net aantikken? Hoe goed is hij? Ja, hij is natuurlijk wel goed. Fenomeen, ja, natuurlijk. Want dan ga er maar eens aan staan om in zo'n ring te staan. Want mensen zeggen altijd van ja, dat doe ik met twee vingers in mijn neus. Maar ga zelf maar eens in zo'n ring staan, zeg ik dan. Ja. Want zo werkt dat natuurlijk niet. Ja. Goed antwoord. Ja, maar zo is het toch. Ja, ik denk dat hij zijn plafond nog lang niet heeft bereikt. Ik ben ook benieuwd wat er na dit gevecht gaat gebeuren. Want ja, wie komt er dan naar boven? Hè? Kijk, Kwasi maakt gewoon wel een kans. Die maakt echt een goede kans. Zeker ook als je kijkt naar hoe gedreven hij is en zijn discipline. Want het is een gedisciplineerde vechter, zeg maar. Traint ook, ja, volgens mij wel twee keer per dag, elke dag. Met een dag rust. Ja, dit wordt gewoon een gevecht waar Semeleer ook moet gaan laten zien dat hij dat plafond straks ook nog kan gaan halen. Weet je waar ik nou mee zit? En als ik nu even op te zoeken door jouw verhaal heen, is dat ik hem aankondigde zijn tegenstander als Fluffy. Maar het is Laffy, zie ik hier staan. Ah, en nou wil ik die al Laffy. Dat kan gebeuren. Maar goed, dat even terzijde voordat we weer allemaal comments krijgen. Daar zat ik even mee. Niet bijgetekend, jongens. Niet lastig vallen. Zo zie je maar, er wordt niet in geëdit. Het wordt live opgenomen. Huppakee. Hij is nu in Spanje aan het trainen. Ja. Hij traint hard. Is dit ook de matchup die je moet maken? Is Chico the next best? Is dit... Ja, ik denk wel, als je gaat kijken nu naar de keuze die Glory heeft gemaakt, is het wel een goede keuze. Ik denk ook dat het een spectaculair gevecht wordt. Alhoewel sommige mensen wel eens vinden dat Kwasi misschien iets te behoudend vecht. Maar vergis je niet, die jongen die heeft een goede, goed oog in een gevecht. Ja. Heeft hij ook laten zien. En ik denk dat voor Semeleer dat hij echt niet, laten we zeggen, de spreekwoordelijke handschoenen een paar seconden moet laten vallen. Want dan kan het wel eens afgelopen zijn. Nogmaals, ik denk niet dat Semeleer het weg gaat geven. Verre van. Maar dit wordt wel een test. Er staat hier niet bij hoe lang die is. Ik weet wel dat Chico, dat is een lange gozer. Ja, dus 1,91 meter. Ja, echt. Misschien wel een van de langste uit die divisie. Nou, jij moet altijd een trappetje hebben als je interviewt. Ik heb altijd een trappetje nodig, ja. Ik zit hier ook op een kussentje. Ik zou altijd beetje... dat zo. Dat ik denk, dat is wel, En hij is hongerig, hè, Chico? Ja, absoluut. Hij is hongerig. Ja, zeker. Hij gaat nu 5 rondes misschien wel moeten vechten. Ja. Is dat een verschil? Ja, is altijd een verschil. Alleen vergis je niet, de sportschool waar die vandaan komt bij Mike's Gym, daar trainen ze ook echt wel op 5 rondes. Daar trainen natuurlijk echt kampioenen. Hè? Ik bedoel, daar trainen mensen die 5 rondes vechten. Dat wordt echt wel ingetraind. En Mike kennende, zal die ook zeker wel quasi hebben verteld van joh, we gaan erin. Maar we gaan wel zorgen dat die 5 rondes niet gehaald worden dan voor de tegenstander. Want ik denk echt wel dat hij gaat zorgen, of wil gaan zorgen, dat Semeleer glorieus onderuit gaat. Dat is wel zijn doel. Ik sprak hem laatst bij de persconferentie waar we samen ook waren voor de Grand Prix. En toen vroeg ik hem ook van, joh, hoe zit je in dat gevecht? En toen begon hij alleen maar te glimlachen. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel weer een kracht, hè? Hij heeft er zin in. Ja, die heeft er zin in, ja. Absoluut, maar wij ook als fans natuurlijk allemaal. Zijn laatste 3 fights waren tegen Stefan Orza, dat was Glory 84, die won die. Daarna Robin Čirić, Glory 86, won die op unanimous decision. Mm-hmm. En toen tegen Jay Overmeer, dat was een split decision. Ja. Hij heeft wel gewoon de normale route naar boven genomen. Ja, zeker. En ook niet tegen de minste vechters. Ja. Want een Jay Overmeer, ja, dat is ook een vechter om rekening mee te houden. Ja, dat is ongelooflijk. Kijk, en dat wat je wel heel veel ziet, dat vechten bijvoorbeeld bij, zoals bij Infusion of zo, waar die jongens dan vandaan komen, dat ze daar echt heel lang aan de top vechten. Dan komen ze in één keer bij Glory. Dan lijkt het vaak iets minder te gaan, tot dat moment komt dat ze hun momentum grijpen. Ja. Maar dat maakt ze natuurlijk niet minder gevaarlijk, want je moet er toch doorheen. En ja, om jezelf naar de top te vechten, dat is een lange weg. En ik ben erg benieuwd naar het gevecht. Ik heb ook heel veel zin in om straks daar vanaf de tribune in Parijs weer mee te mogen kijken naar deze. Ja, nee, inderdaad. Wij zijn erbij en we kijken er naar uit. Hè. Opvallend dat twee Nederlanders in Parijs de main event vormen. Ja. Ook wel weer heel leuk. Maar ik zit ook naar die divisie te kijken. We hadden het net al over de middleweight division. Ja. Maar het is een heerlijke divisie, hè? Ja, zeker. En als het goed is, is die andere die wel eens genoemd wordt in de pound-for-pound lijst aanvoerderschap, Tijani bestaat, die gaat de divisie waarschijnlijk ook verrijken. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat er is ook geen keuze, denk ik. Want de lichtgewichtdivisie die is natuurlijk al redelijk leeggeslagen. Die is eigenlijk door hem helemaal
ja, leeggeslagen, zeg maar. Wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Ik denk dat Tijani een goede aanvulling is op deze divisie. Ik denk ook wel dat hij daar misschien iets meer tegenstand zal gaan krijgen dan dat hij gewend is. Daar vechten toch andere jongens ook weer in. Hij heeft lang aan de top gezeten. Ik moet zeggen dat Kyle, die heeft me echt positief verbaasd de vorige keer. Ja, mij ook. Want had ik toch altijd het idee van, nou, die jongen die is wat bouwder, maar goede dag zeg. Dus ja, dat soort tegenstanders vindt hij daar natuurlijk ook in die divisie. En dus, we hebben het hier nu over twee, maar er zijn meer van dat soort jongens in die divisie waar hij natuurlijk wel tegen zal moeten vechten. En wat ik interessant vind, en wat ik ook niet weet of Gloyder gaat doen, maar als hij erin gaat, hoe komt hij erin? Gaat hij gelijk een kans krijgen als titeluitdager? Of zal hij ook eens omhoog? Ja. Dat vind ik wel een interessant. Ja. Ja, misschien hebben ze daar ook wel van geleerd. Hè? Van wat was het? De laatste Glory event van het jaar. Ja. Hamisa zit ook in die divisie. Ja. Ik hoor overal Hamisa. Ja, ja. Ja, Hamisa is ook zo'n mysterieuze vechter waar iedereen het altijd over heeft. Maar ja, die jongen, wat ik niet snap is dat Glory hem niet vaker inzet. Want dat is een jongen die heeft heel veel potentie. Fans zijn gek op hem. Maar goed, dat is de beslissingen die de matchmaking maakt bij Glory. Maar waarom is die jongen niet dat vaker inzetten? Want ja, daar zitten de fans ook op te wachten. Dat is ook één van de nieuwe helden bij Glory die heel ver gaat komen. Want je ziet het, zet iemand voor hem. Maar ja, ik snap niet waarom die tegenstanders vaak komen. Want die kunnen gewoon weer naar huis, zeg maar. Dat is gewoon echt zo'n mooie vechter om te zien. En een goede aantrekker ook voor de jeugd die geïnteresseerd is in het... want wij zijn natuurlijk best wel al op leeftijd als... of ik dan. Als, ja. Ik wil je niet beledigen. Ja. Maar het is toch een jongere generatie die ook geïnteresseerd wordt voor de sport. Ze zijn fan. En die zijn fan van jongens zoals een Semeleer, een Kwasi. En ja, die gaan eigenlijk mee in die stroom waar wij met Rico Vroef en Badr Hadi allemaal in mee zijn gegaan. Ja. Ja, ik denk dat... Misha, ik zou... Ik vond die walkout van hem de laatste keer... Kippenvel, zeg hé. Dat deed hij echt goed. Die moet hij erin houden. Ja. Dat duurde bijna net zo lang als het gevecht zelf. Ja, maar goed, dat is misschien zijn opwarmstukje. Maar dat was heel intens. En hopelijk voor Hamisha niet te lang out of the picture blijven. Nee, of dat nou aan hem ligt of aan Glory, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat inderdaad. Het is, hij heeft die knockout power in deze gewichtsklasse. Klopt. En mensen zien dat toch graag. Zeker, hij traint wel veel. Hè, maar hij is veel in Marokko volgens mij ook aan trainen. Ja. Hij heeft wel blessure gehad natuurlijk. Dus ja, misschien dat speelt. Maar wat mij betreft zetten ze hem gewoon zo snel mogelijk in. Maar er komt nog veel aan met Glory dit jaar. Hè. Ik bedoel, dit zijn de eerste twee events. Hè, dan in april en in mei. Maar ik had begrepen dat er nog heel veel in het verschiet ligt. Het wordt een heel spannend jaar, zeg maar. Dus een nieuwe CEO daar. Dus er zullen best wel veel dingen gaan gebeuren. En ja, zet dan die vechters wat vaker in. Ik denk dat de fans vragen dat ook, waarom sommige vechters gewoon minder vechten dan al. Maar ja, dat heeft ook te maken met de tegenstander. Is er een tegenstander voor? Komt hij niet weer tegen dezelfde? Ze willen denk ik ook wel een beetje toch wel spannend houden. Ja. Maar Hamisha gewoon weer inzetten. Graag. Ja, ik kijk er echt naar uit. Wat ik je zeg, de welterweight division is echt een aantrekkelijke... Heel veel Marokkaanse jongens ook. Als ik een beetje door die rankings ga. We hebben van de week nog Soufiane Hitman. Welet Abdelkhalid. Ook van House of Glory hebben we gesproken en een video meegemaakt. We hebben natuurlijk Anwar hè, van House of Glory. We hebben nu Tijani Bestati, Hamisha. Dus het is een hele interessante divisie. En, dus ik denk dat Andy Semeleer zijn borst kan nat maken als kampioen. Ja, zeker. Het wordt een flinke uitdaging voor hem. Ik denk dat deze divisie ook wel een van de divisies is waar heel veel uitdagingen liggen voor een kampioen. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Nee, als je nou die twee stijlen naast elkaar zet, hoe omschrijf je, voordat we naar een prediction gaan, hoe omschrijf je de stijl van Andy in een paar zinnen? Ja, Andy is een berekende vechter, noem ik het altijd maar. Die weet wat hij kan, wat hij in huis heeft. Het lijkt ook wel altijd te kunnen inspelen op wat hij op zich afkrijgt, op de een of andere manier. Is toch wel een vechter die zijn tegenstander opvangt. En daarop anticipeert. Dat heeft hij ook wel laten zien. Ja, en kijk je naar Kwasi. Ja, ik vind dat echt een oldschool mice gym vechter. Mooi, hè? Ja, echt. Dat is echt een jongen die die gaat gewoon gas geven. En als ik dan maar gelijk mijn prediction moet geven. Graag. Zal ik dat doen? Doe maar. Dan denk ik dat Kwasi een hele goede kans maakt om hem te pakken.
deze. Alhoewel, Semelier het niet weg gaat geven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben vaak praten wij met onze fans. En dit 50-50, heel veel mensen die zijn overtuigd dat Andy wint. En heel veel mensen zijn... Gaan niet voor het gelijkspel, hè? We gaan niet, er is geen gelijkspel. Met een beslissende zesde ronde eventueel, zeg maar. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Zou je daar voorstander van zijn? Nou ja, ik bedoel, als je er niet uitkomt. Nou ja, het zou wel heel veel discussie kunnen oplossen, ja, toch? Ja, zeker. Maar goed, misschien is die discussie ook wel weer de charme van de sport. Ja. Stel je bent Andy Semelier, je moet Chico niet onderschatten. Nee, zeker niet. Maar andersom ook niet. Andersom ook niet. Nee, want ik denk dat je... Iemand is niet voor niks kampioen. Zit daar aan de top. Maar je weet het, hè, er kan zomaar in één keer een uitdaging komen die het wel doet. Heeft de man met de strohoed, en dan praten we over Chico Kwasi, heeft hij met Jay Overmeer al een soort van blueprint gehad? Ik denk dat die jongens wel hebben getraind op de ervaring die Overmeer heeft opgedaan. Ja. Die zullen echt wel met elkaar hebben gesproken van wat kan ik verwachten. En vergis je ook niet, die vechters analyseren en kijken natuurlijk naar video's. Hè? De een misschien wat meer dan de ander. Dus die gaat op zoek naar de zwakke plekken, naar de sterke plekken. Ja, en daar komt de strategie uit. En ik denk dat Overmeer misschien er ook wel een van is. Ja. Ik kijk er naar uit. Ik ga ze allebei spreken en we zullen ze ook die vragen gaan stellen. Willen jullie nog wat weten over deze jongens? Stel het aan ons en dan stellen wij het voor jullie. Bedankt. Ja. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de knop. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.